En dan is er een file. Ja, ja, ja. Dag, hi. Hi, hi. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, ik ben buiten met de meisjes aan het lopen. Ja, ja. Maar ik wens jullie al natuurlijk eerst een hele goede morgen. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ook is er een file. Ja, ja, ja. Altijd leuk. Dus ja, wat we mee gaan maken weet ik niet. Ik weet niet dat we op moeten schieten, want dat de huishoudelijke zorg weer komt. Dus ja, we moeten er weer snel vandoor. De meisjes die zijn hier al even op een stokje aan het bijten, althans één. Die ligt erbij. Dus we gaan snel er vandoor en ik zou zeggen tot straks maar weer. Alwin die is aan het spelen. En Rijka die ziet weer wat. Rijka, kom eens kijken. Rijka. Ze zijn al afgeleid, maar Elwing die was aan het spelen met een rood balletje en dat was zo leuk. Maar nou is die daar een beetje in dat tuintje gevallen wat ik daar heb. En dan moet ze hem pakken met de bek. Ik zal er eens even naartoe lopen. Lukt dat meisje? Ach, je graaft hem onder. Moet je hem niet ondergraven? Moet je hem pakken? Pak hem maar. Ja. Pak hem. Ga maar spelen. Ga maar spelen. En ook heb ik Karen aan de telefoon, maar die heb ik even luidspreken vanaf, omdat die wat anders zat te luisteren, terwijl ik dit even wou laten zien aan jullie. Maar zo lief. Ja, kijk, klopt, ik ben aan het vloggen. En dus. Ga de bal dan pakken. Nou, hou je op, Elwing. En Rijka lekker aan het uitdagen. Ja. Echt geweldig. Ja, daar ligt hij niet meer. Leg nou voor de deur. Tenminste, bij de poort. Man, meisje. Hè? Hou je ermee op? Ze was zo leuk bezig. Ze nam hem minder bek, die rode bal. En liet hem weer vallen. Nou, dan begon hij te stuiteren en dan pakte ze hem weer op. Was zo komisch. Maar ja, nou zijn die twee weer bezig en dat is ook komisch. Lekker. Nou, ik zou zeggen, ik zal weer met Karin even verder in gesprek. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ik moet ook nog boodschappen doen, maar als je de lucht hier ziet. Ik heb hem nog naar beneden, maar ik ga hem denk ik zometeen maar omhoog doen. Maar de buren die hebben hem ook nog naar beneden, want het is op een wolk tot en met. Ja. Maar oké, kinderpret niet drukken, we gaan gewoon door met die banaan. Hé, dames? Ja, ik zou zeggen tot later. Lieve vrienden, zoals jullie zien is de haai af. De haai, hai hai. Dus ja, hartstikke mooi. Dat, ja, en wie heeft het gemaakt? Heel geweldig allemaal. Het zijn kunstenaars op zich, hè? Ja. Hij is mooi geworden. Of niet dan? Dat is mooi, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, dit is de haai van den Helder. Wees niet bang om hem gaan te aaien of wat dan ook, want dat doet je helemaal niks. Nee wel? Nee. Dus ik zou zeggen, geniet ervan als je in den Helder komt.
Ja, zo lieve vrienden. Ik heb de boodschap ook weer in huis wat ik moest halen. En Mary was van de week immers geweest, nog voor mijn verjaardag. En dan had ik geld van haar gekregen om oorbellen te kopen. Maar ja, Mary die zegt, ik weet niet waar je van houdt. Maar nou ja, oké, dat kan hè. Dat weet ze ook niet. Maar ik weet het zelf wel. Dus ik ben even naar een bekende winkel geweest. Maak ik nog een reclame open, maar ik word niet gesponsord. Dat er nog wat in zat. Oh ja, mijn pasje was verlopen, dus ik heb een nieuw pasje. Maar ja, dat moet ik ook nog weer activeren. Nou, dan komt de eerste paar. Leuk, hè? Ja. En dan heb ik nog zo'n set en komt een ander kleurtje. Yellow, oftewel geel. Plaatjes. Leuk, hè? En ja, ik ben gek op vlindertjes, dus ja. Allemaal vlindertjes. Leuk, hè? Echt wel. Dus ja, Mary, bedankt. Ik heb ze zelf wel gehaald, maar van het geld dat ik voor jou gekregen heb. Oké, ik heb nog wat over, maar daar kan ik weer wat anders mee, weet je. Maar ik ben hier blij mee en dankjewel. Ja, kusjes. Dus ja, lieve vrienden. In principe heb ik dat van Mary gekregen. En ik ben er blij mee. En maar ik heb nog wat in de tas zitten. Laat ik jullie eerst even zien. Dat zijn die dingen. Denk je van, wat moet je ermee? Nou, daar zijn er twee die dat heel leuk vinden, denk ik. Dus ik neem de tas even mee. En ik weet niet waar ze exact liggen. Oh, daar ligt er ook één in de tuin. Ik heb het voor jullie, meisjes. Rijka. Die laat hem liggen. Elwin. Oh, geweldig. Ja, hoe moet dat nou? Ja, hoe moet dat nou? Mijn bek kan er niet omheen. Ja, maar dat wil ik mij ook niet, denkt Rijka. Totdat ze me zo meteen een gat erin heeft. Ik verwacht toch dat het binnen de kortste keer een stuk is. Met die scherpe tandjes van Rijka. Met je poten of met je neus rollen. Gaat niet. Oh, geweldig. Ja, Rijka heeft hem. Oh, allebei tegelijk hadden ze hem. In de bek. Wat is dat? Wat is dat dan, meisjes? Mooie meisjes. Wauw. Nou, speel er maar mee. Maakt niet uit. Voor die prijs. Hè? Maakt niet uit voor die prijs. Nee hoor. Maakt niet uit. Ik draai me even om zien. Hé? Maakt niet uit. Heerlijk genieten. Heerlijk. Nou, lieve vrienden, dan ga ik die tas eventjes weer opruimen. En dan zou ik zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, er is een tijd om te gaan slapen. Is weer aangekomen, dus ik wens jullie allemaal wel trusten. Ik heb niet zo'n hele leuke dag gehad. Ik heb heel veel moeten huilen vanavond. Want er is iemand geweest. Die heeft me heel veel pijn en verdriet gedaan.
dingen verteld, wat waarheid is, maar ook weer erbij gelogen. En ja, dat doet mij heel veel pijn. Die heeft echt op mijn hart getrapt. En ja, ik ben er kapot van. En diegene die dit hoort, die weet ook over wie ik het heb. Ja, en dan laat diegene ook nog een andere bellen. Waar ik geen boodschap aan heb. Die probeerde mij te overroelen. Ik laat mij niet overroelen. Ik laat mij niet met me zollen door niemand niet. En laten ze dat goed begrijpen. Maar oké, nu weer terug even bij nu. Ik slaap, want ik ben echt kapot. Ik ben doodmoe. En ik hoop dat ik slapen kan, ondanks dat ik moe ben. En zo niet, nou ja, het spijt me, dan vlog ik morgen niet. Ik heb ook geen vlog in elkaar gezet. Ik kwam er gewoon niet aan toe. Nee, dat lukte me niet. Ik heb mijn hoofd er niet bij houden. Maar in ieder geval, ja. Ik ben blij dat ik mijn diertjes nog om me heen heb. Dat die me liefde geven. Maar wat mij nou is overkomen, dat slaat alles. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen. Wel trust, het is al heel erg laat. Het is even zien. 2:30, 2:30. Dus ja, ik ga proberen te slapen. En ik zou zeggen, goede nacht voor jullie. En hopelijk tot over een aantal uur. Doei.